Even kijken, nummer 1, 2, 3, nummer 4 hè? 4, zeker ja. En hoe is deze? Ja, deze is toch wel, wel speciaal hoor, moet ik zeggen. Ja, vertel. Nou ja, ik ben toch gewoon, ook binnen Ajax kwam ook voor zulke momenten. Dit zijn wel, ja, ondanks deze sfeer misschien een beetje raar, maar ik denk als je dit, niet doen, als je dit seizoen ziet, je bent 3-4 wedstrijden voor het einde kampioen, ja, dan ben ik gewoon blij, klaar. Wedstrijd nummer 300. Ja, klopt ja. En dan je eerste kampioenswedstrijd voor Ajax. Die ik erbij ben, ja. Ja, ik speel. Ja klopt. Hoe kan dat nou? Ja, was geblesseerd hè, vorige keer. Ja. Hoe is het? Goed. En om dan dit te spelen, zo ja, het is een beetje gek hè, zonder die fans. Ja, het is heel raar. Het was eigenlijk leuker vorige week natuurlijk. Kijk, nu heb je hem dan wel officieel, maar vorige week was het met supporters een stuk beter. Es un orgullo increíble. Estoy pensando ahora mismo en mi familia, cómo deben estar disfrutándolo. Me deben estar mirando y me pongo la piel de ellos y se deben sentir un orgullo increíble como lo siento yo, así que bueno, ahora disfrutar con mis compañeros, con el staff, pues es un día increíble, hay que disfrutarlo. Denk je daar nu veel aan? Inderdaad, dat moment, die keuze van jou om terug te keren naar je grote liefde. Ik heb het er wel regelmatig thuis over, ja. Gisteren toevallig nog dat, ja, wat een wereld van verschil eigenlijk voor mij vorig jaar en dit jaar, dit seizoen zeg maar. En, ja, zoals ik al gezegd heb, Ajax is Ajax, maar dit zijn natuurlijk de extra dingen die er ook bij komen. Dat je weer om de titel speelt, titels haalt. Ja, daar speel je voor. Had je niet verwacht zo belangrijk te zijn voor Ajax, zo'n seizoen te draaien, rentree in Oranje? Het is nogal wat, Davy. Nou ja, verwacht, je gaat er gewoon voor. Ik had wel de overtuiging dat het zo zou kunnen gaan, maar ja, makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet het altijd nog even doen. En, nou ja, ik ben zo hartstikke blij. Y es el mejor sentimiento de todo, ¿o no? Eso. Sin duda, sin duda. Sin duda que no hay fans. Sin duda que ganar un nuevo título con este club, que es increíble, es impresionante. Así que bueno, estoy muy feliz y bueno, hay que disfrutar que esto no se vive todos los días. Nou, hoe bijzonder is deze nou voor jou? Je derde. Ja, nou ja, heel bijzonder. Elk kampioenschap is bijzonder natuurlijk. En goed, ik kwam hier terug bij Ajax om prijzen te pakken. En dat je dan ook nog een aandeel hebt in wedstrijden, dat is natuurlijk voor mij helemaal geweldig. Ja, het leek altijd zo geruisloos te gaan bij jou en dat zeg je ook. Je bent zo rustig, je bent ervaren. Was je niet af en toe ook bloednerveus? Je bent in één keer weer eerste keeper in hele grote wedstrijden voor Ajax. Nee hoor. Helemaal nooit. Nee. Nooit thuis is gedacht van joh, dit moet ik allemaal even doen. Nee, ik bedoel, daar ben ik voor gehaald als het nodig is. En... ja, goed, leeftijd is natuurlijk, speelt ook een rol dat je wat rustiger bent. Ik maak me niet zo heel snel druk, nee. Ja, hoe trots ben je dan op jezelf? Nou, ik ben wel trots dat we bereikt hebben wat we bereikt hebben dit seizoen. Ik bedoel, de beker gewonnen, kampioen geworden. Het is alleen jammer voor Europa, dat had nog wel beter gekund, maar ik denk dat we een prima seizoen hebben. Zoveel beter dan de rest dit seizoen, hoe komt dat toch Ajax? Nou, ik denk sowieso dat we de beste selectie hebben, maar ik denk ook dat we toch elke 3 dagen, 4 dagen hebben laten zien. En ik denk dat de grootste kracht was ook de roulatie daarin. Veel jongens, ja, ik denk dat iedereen wel een aandeel in dit kampioenschap heeft gehad. En ja, dat is fijn. Sí, la verdad que fue una temporada muy buena. Si bien al principio de temporada no fue lo que esperaba, pero bueno, pude sobreponerme ante las adversidades y seguir trabajando como lo hice, ¿no? Y bueno, acá está el resultado de todo el trabajo que he hecho. Het is wel gek hè zo, dat we hier nu zo staan, je bent kampioen, het is heel gek, je kijkt om je heen, er is niemand. Nee, het is heel gek. Ik sta hier te wachten om met jullie te praten, want Davy die bleef praten met jullie. Maar ja, dan sta je hier en dat is toch blijft raar. Maar de blijdschap is er niet minder om? Nee, alleen je wil het samen vieren met de fans en dat gaat jammer genoeg nu niet. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a festejar? Mira, ¿quién es ahí? Vamos a tomar alcohol, vamos a disfrutar, vamos a estar. Sí. Okay, disfruta. ¿Hablas español también un poquito, Jurgen? ¿Hablas en español entonces? Sí, sí, sí. ¿Tú hablas español? Hoe is het om samen met hem achterin te spelen, Jurgen? Met deze strijden? Fantastisch. Je ziet hoe hij is, wat voor persoon het is. Binnen en buiten het veld. En we helpen elkaar heel veel. Hij houdt me altijd scherp in trainingen en zo. Dus ja, fantastisch gozer. Wat was het mooiste moment voor jou geweest dit seizoen? Heb je al iets? Er zijn zoveel momenten. Ik denk eigenlijk aan vorige week. Ja, ik denk vorige week na de wedstrijd. Gewoon met de fans buiten en zo. En ja, als je ook hoort dat je vader daar beneden staat, weet je, met tranen in zijn ogen. Oh, wauw. Dat zijn de... Ik denk dat hij er nu weer staat. Er staan heel veel fans. Nee, nu is hij thuis. Nu weet ik dat hij thuis is, maar ja, dat is zo moeilijk. Het raakt je weer, hè? Ja. Als je eraan denkt. Ja. Wat zegt hij allemaal tegen je? Gewoon dat hij trots is, hè. Daar gaat het om, hè? Zeker. Mooi man, gefeliciteerd jongen.